impact van de stemslimactie werd toegejuicht bij de verkiezingen van mei 2020 was niet goed te meten. De propaganda van de NDP bij de verkiezingen was in het bijzonder tegen de VHP. Tegen de VHP gericht en dat heeft in iets anders geresulteerd dan gedacht. Dit zei politiek analist Maarten Schalkwijk gisteravond in een webinar van de Kenniskring. Ik denk dat in het land er een, laat me zeggen, een polarisatie was. En dat heeft vooral ook de NDP zelf voor gezorgd. Omdat de propaganda van de NDP was niet gericht tegen alle partijen. Was heel duidelijk tegen de VHP gericht. En met name tegen de heer Santokki. En bijna elk programma van meneer Limbo werd de VHP zwaar besproken en zij dachten van ze gaan daarmee de VHP minimaliseren qua stemmen. Het heeft juist enorm polariserend gewerkt en gemaakt dat veel kiezers de verkiezing gingen zien tussen NDP en VHP. En ik denk dat daardoor de kleine partijen een beetje eruit buiten beeld kwamen. En dat hebben ze ook voor een deel aan zichzelf te danken, denk ik, omdat er te veel kleine partijen plotseling waren. Ja, waardoor de stem ook verdeeld werd over te veel partijen en het alternatief niet duidelijk was. Dus ik denk dat ja, stemslim de impact hebben niet echt kunnen meten, maar er is een gepolariseerde situatie was aanwezig in het land. En dat heeft gemaakt, en dan krijg je dat de twee grootste partijen een beetje vooral de stemmen trekken. Schalkwijk zegt dat de NDP flink is afgestraft door de Surinaamse kiezer. Politiek analist Hardeo Ramadin zegt dat het te veel aan politieke partijen ook ervoor heeft gezorgd dat er zetels verloren zijn gegaan. 13 partijen alleen hebben ruim 14.000 stemmen behaald. Met al die kandidaten, want als ik aan de verkiezing deelneem en ik heb mijn kandidaat gesteld, ga ik nooit zeggen, hey, stem jouw partijen, want we moeten VHP helpen. Dus er zullen mensen, ik heb niet alles kunnen vertellen, als je de resultaten bekijkt, ik kan u nu zeggen, met hart kan ik zeggen, dat zeker 11 tot 12.000 Javanen voor de VHP heeft gestemd. Wat ik in kaart heb gebracht. Vorige verkiezing had ik uitgerekend nog 22 tot 23.000 Hindustanen hebben op de NDP gestemd. En ik zeg het u, de propaganda van de VHP, ik was vaker mee met ze, chant, vooral met de moslimgemeenschappen. Het is niet zomaar, en niet zomaar heeft VHP gezegd, alleen de verkiezingen. En je ziet ook het resultaat, met de steun van alle anderen, zijn 8 van de 20 kandidaten behoren, dus 8 van de 20 zijn geen niet-Hindustanen. Dat is 40%. Het is de eerste keer in de Surinaamse geschiedenis dat 40% van de gekozen DNA-leden Javanen, Marons, Creolen en Chinezen zijn. Ramadin zegt dat de samenstelling van de kandidatenlijsten bij de grote politieke partijen in hun voordeel heeft gewerkt. De combinaties waren volgens de analist belangrijke aanknopingspunten voor kiezers die in Suriname vaak op basis van etnisch voorkomen kiezen.